Kan je even kort uitleggen wie je bent? Mijn naam is Daphne de Bruin. Ik ben artistiek leider van de Vrijstaat. En de Vrijstaat is een kinderkunstlocatie. We maken hier kunstprojecten met en voor kinderen en kunstenaars. Oké, en wat is het plan? Wat gaan we in de wijk doen? Wij gaan samen met Gedachtenlezen een artist in residence ontwikkelen. Dat betekent dat in het gebouw, dat is een van onze gebouwen die als expositie ruimte dienst doet, dat we daar Gedachtenlezen gedurende 2 maanden gaan ontvangen als kunstenaar in huis. En Gedachtenlezen gaat een aantal workshops en sessies beleggen met bewoners uit Leidsche Rijn om gedichten te maken. En die gedichten, die woorden, die zinnen, die komen uiteindelijk op het gebouw, het gebouw, zo heet dat, op het dak van het gebouw, op de zijkanten van het gebouw, zodat we tijdens de Tour de France, ja, Tour de France in Utrecht, die dit jaar in Utrecht gaat beginnen, de woorden en de zinnen van de bewoners uit Leidsche Rijn goed zichtbaar hebben in en op het gebouw. Oké, en kan je uitleggen wat gedachtenlezen is? Gedachtenlezen is volgens mij het zichtbaar maken van de woorden die verborgen zitten in de bewoners. En dat zijn woorden die gaan over de gedachten, over je gevoelens die jij hebt, over de plek waar je woont en wie je bent en wat jij in die wijk doet. En wat denk je wat de toegevoegde waarde is? Van? Gedachtenlezen en de Vrijstraat. Ik denk dat ze. Dat het een hele mooie samenwerking is tussen de Vrijstaat en tussen Gedachtenlezen. Omdat we beide partijen heel erg bezig zijn om samen met de mensen, en wij dan vooral samen met kinderen, met jonge mensen, te kijken hoe je uiting kunt geven en hoe je de wereld zelf opnieuw kunt uitvinden en vormgeven. En omdat we als beide partijen daar heel erg mee bezig zijn, denk ik dat dit een topsamenwerking wordt. Ja, nou, ik word er enthousiast van. Dankjewel.